huis. Waarom zitten ze dan allemaal daar? De hoogste, iedereen. De koningin Maxima, Rutte, Kutka. Iedereen zit er. Is die bij Klaus zit aan de huis aan zijn lippen. De ene ging zo naar de andere. Rutte zit erin, de jongen zit erin. Boeren onteigend om ons voedselvoorziening beëindigd. Want een dictatuur is nodig voor ons en de natuur. Deze tijd is heel naar, maar stond op de agenda, dus het is niet raar. Dus vertel op wie je moet stemmen, je hebt helemaal geen eigen wil en staat er niet eens bij stil. Asielzoekers uit landen lokken heeft gevolgen en is niet sociaal. WOP-stukken, corona is officieel nu een schandaal. Kan je het mee oneens zijn, maar dan ligt het echt aan jou. Op een gegeven moment ligt het echt aan jou. De feiten zijn corona, stikstof zijn beide schandalen. Al hoor je wat anders van de basisschoolleraren en hun ambtenaren. Blokkeer de DC's maar, een honger die deugen is maar uit. Ik ben klaar met dat destructief tuig, geef ze maar snel een 50 gifspuit. Geen geld meer voor energie of vakantie, rip ik de station met een kappie. Zo van als dokken, nee dat is zielig, want zijn zij zelf de grootste slachtoffers die straks worden geofferd. Vijfde prik, krijgen we weer gelijk en nog een golf. Wetenschap en feiten doen er niet meer aan toe. En de waarheid werd op een gegeven moment helemaal een taboe. De veestapel slacht het, want RIVM heeft weer wat getallen. Tri-State City en asielzoekers, het worden megastallen. Nederland wordt van buitenaf geregeerd. Je kan Christian van der Wal haten, maar dan sla je de plank gewoon mis. Het kaartenhuis valt aan alle kanten uit elkaar. Ook mensen die zijn geprikt zien inmiddels ook dat ze zwaar zijn opgelicht. Rusland bevrijdt Donbass van het westerse regime. Die een coup heeft gepleegd in Oekraïne 2014. De mens vinden ze vies, dieren en natuur is vies. Dus moet de corrupte regering ons daarvan verlossen met een techniek. De pandemie van pedofilie, WHO verandert definities. Waakzaam en dienstbaar naar de macht, dat is de politie. Burgers opjagen en taseren voor hun plezier of politieke kwesties. Dus die lossen geen misdaden op, goede agenten wegpesten. Ja, dan heb je personeelstekort. Je wilt toch geen woke wereld van labveganisten en elektrisch rijden. Censuur, mondkapjes en elk jaar een prikje van Pfizer. Enkele honderden demonstranten volgens de Pro-Staat Roddelkrant. Kom een keertje kijken, het is standaard 10.000 man. Even een prik nemen van anderen, het is echt een stuk toneel. Mondkapjes en bleekmiddel, dit is duidelijk een cult met een ritueel. Politie gaat helemaal los en men het met telefoon opnemen. Er komt een moment dat men het voor een naaste gaat opnemen. Sievert pakt wat kruimels en nu wordt hij geofferd. Ik wil weten van de rechtszaak en 5 miljard van de jongen. Die staatsroddelbladen willen het hebben over Sievert, maar dat is allemaal afleiding. Ik zou het graag willen hebben over Hugo de Jonge. Helemaal alles verliezen. Jij en de mensen om je heen die jou ook vervolgen.